Ja, wij zijn vanaf, pak een beetje vanaf eind maart zijn wij dicht geweest, zeg maar. Dus dat dik, ik heb net eventjes op mijn vingers nageteld, dik 4 maanden. En dit is eigenlijk het tweede weekend dat wij los zijn, om het op zijn Twents te zeggen. Ja, ja, maar wie bent los? Of open, hoe zit, weet ik even niet. Nou, dat betekent dus dat elke beest, omdat het hier potdicht is geweest, 4 maanden lang, en gekoeld en noem maar op. Dus stel dat er ergens stiekem toch nog een legionella virus op de wand, op het kopje of wat dan ook zat, die is helemaal dood. Dus je hoeft je daar helemaal geen zorgen over te maken. En als je zelf dan nog een beetje de afstand bewaart, de 1,5 meter regel, we geven elkaar geen handjes en we gaan elkaar ook niet knuffelen vandaag, dan kom je hier veilig naar binnen en je gaat hier weer veilig naar buiten. En de andere kant, we hebben ook nog een hele leuke tuin, dus daar kun je ook koffie drinken tegen ouderwetse prijzen van voor de coronatijd. Zo'n mondkapjes en de andere rituele dingen, de zeep en zo, daar maken ze ook gebruik van. En voor de rest zorgen we dat we een beetje de afstand houden, wat we eigenlijk altijd al doen. Nieuwe vriendin, een van de velen. We gaan nog even voorstellen, ja, het lampje loopt. Dames en heren, u ziet weer een van mijn vele vrouwen, dit is... Ja, Reineke, zeg, dat moet wel goed zijn. Ja, Reineke is het. Ja. Maar laat ik zeggen, zelf sta ik ietsjes anders in het leven. Ik, als scheikundig ingenieur ken ik allerlei andere risico's. Niet alleen van corona, maar ook van de legionella. En dat zijn zeg maar zelfde soorten ziektes waar je op een hele snelle manier, zeg maar, zonder dat je in de gaten hebt, kan omvallen, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk ben ik zelf onmiddellijk blij dat we weer back in the business zijn. En een beetje business as usual. Natuurlijk wel met, hoe zal ik het zeggen, met de dingen waar je een beetje moet opletten en zo. Zeg maar. Ja, ik woonde 10 jaar in Almelo. Ik ben weer teruggekomen, zeg maar. Sinds die tijd doe ik het al. Tot volle tevredenheid eigenlijk. Er zijn zeg maar, de wat oudere vrijwilligers die kijken nog even de kat uit de boom deze maand. En die besluiten dan of ze vanaf volgende maand ook weer wat meer schema's gaan draaien.